Barbermontje, deze Stefan de Vries. Dik 10 jaar lang begon er voor de hobby in discotheek Hof van Holland als huis-dj. Intussen is hij uitgegroeid naar een van de grootste Friese clubhouse-dj's. Naast het draaien van plaatjes brengt hij zijn eigen muziek uit en organiseert er feesten als Jailhouse Rock en The Candy Club. Hij leeft zo'n 3 jaar volslein van de muziek, dus reden genoeg om er eens bij hem deel te komen in zijn studio in Ljouwert. Ja, in het begin is het toch het is leuk en het is een leuke bijbaan, maar op een gegeven moment kost het echt volle met tijd. En moest ik keuze maken, ja, of van mezelf of trok in wat ik deed. Nou, toen heb ik toch van mezelf gekozen en denk van ik denk dat het wel gaat lukken. En dat wie zo? Ja, gelukkig wel, ja. Maar hoe kan dat zo lang doorgaat? Omdat je je net volledig op richtte, denk ik. Nou, je er echt volledig op richt je. Dus echt qua muziek en oren dingen, feesten organiseren en dan lukt het. De helemaal vergeen. De helemaal vergeen, dat is mijn motto, ek. Willem de Vries is benamen bekend als presentator van Noorderwien Radio. Maar naast zijn werk voor de omroep is ik Willem alles koft actief als DJ in de house scene. Ik wil ze op een iets beschierender niveau als Steffen. Stef de Campo, die al eens Noorderwien on. Dus wat voor plak heeft hij in de Friese house scene, nevens Willem? Hij yield in ieder geval in Friesland daar de betere DJ's. Dat is een handje vol die er echt uitsteken. Die heel goed bezig binnen. Had ik bijvoorbeeld door een DJ Joop die papier in de trance zit. Wat een oude gediende is, maar die nog altijd wel top is. Kay Wilder zit ook in de trance. En hij zelf. Ik ben op dit moment wel de jongens die op alle affiches shows die de feesten organiseren. En die de boeten Friesland, ik op Slam BWM en dat soort stations die hier net de Shim binnen. Dus hij jet op dit moment wel bij de top senior van Friesland. Ja. Stef de Vries, maar vele mensen kennen hem natuurlijk in de club zien als Stef da Campo. Met hoge koorts is hij binnengerold. Hé man, hoe is het? Ja, nou, hartstikke goed. Yo, hast het echt van mijn koor gekregen om op Slam FM te draaien. Ja. Slam FM is natuurlijk het toonaangevende house medium in Nederland. Ja, toch wel een van de, ja. Ja. En, maar hoe hast het van mijn koor gekregen? Ik haal wel nauw contact met die jongens daar. En die ken ik al heel wel van feesten en dergelijke. En Sadwan haak eens een keer een mixje maken. En blijkbaar is dat wel wie dat leuk en wil ik wel eens vaker vragen daarvoor. Nou, deze jaar in miljoen ik wel even. Dit is dus het verhaal van Slammen bij hem. Ja, die zitten bijvoorbeeld ook in die mix. Dus die haak er ook in stop. Dus pak je verschillende platen onder elkaar, die mix je dan in elkaar. Oké. En die zit rekking, deze zit rekking. Ik ben al je wel wat platen, maar pikante details, of net? Nou ja, er zitten wel een peer tussen. Ja, ik weet niet altijd ertussen, altijd misschien maar een balkje erin. Dit is trouwens van mijn collega van Omroep Friesland maken toen in die tijd, Jan van der Meulen, Jan Augenbroek. Ik weet net altijd nou zijn vriendin wie of ik weet het net. Of zijn zus. Of zijn zus. Dat is meer het spoor wie bijster. Maar ja, het is wie zijn idee, dus dan doen we dat, hè. Maar dan kies je er wel voor om vaak wat pikantere hoezen te maken? Ja, blijkbaar wel. Ja, ik weet net. Dat is zij ingroeid. Nou, ik zie eigenlijk al je dingen op achtergrond. Dat ben ik al je dingen wat mij daar te krijgen had, geloof ik. Nou ja, dit ben ik al je flyers en posters die ik zelf ontworpen ha. Die ik ook organiseerd ha. En werk bijvoorbeeld had draait op feesten. En bijvoorbeeld Candy Club, dat is een goed herinnerend concept van mij. Daar doen we altijd wel pikante dames op. Hey, wow, welkom! Alles goed, jongen? Kom binnen. Dus hier is het? Ja, we moesten mijn studio even zoomen. Ja, graag. Ja. We gaan eens een keer. Gezellig, gezellig. Knopjes, dat vind je mooi, of net? Ja, dat vind ik altijd leuk. Ja. Ja, cd's. Ja. Is dat makkelijk meidje als DJ in clubhouse muziek? Concurrentie is moordend. En Nederland is net van neer het absolute centrum van de dancewereld. Dat betekent dat er een hele programmatie moet meiden maken. En dat er maar een heel peer binnen die uiteindelijk uitbreken. Dus het is ongelooflijk moeilijk om uiteindelijk een status te krijgen van de Verde Legrands, de Chucky's, de Armin van Buren's van deze wereld. Ja, die ben op één hand te tellen. Hup, go.
Hey Stefan, waar gisteren nou heen? We gaan nu naar Grains. Daar ga ik nu een optreden in de voormalige Palace, de Kokomo Beach Club. En daar stier ik één keer in de zoveel tijd op tongen. Ja, net alleen nog in Friesland, wel heel plotten, maar ik de boeten, zelfs boetenland door we erbij. Ja, dat is toch echt wel een beetje mijn droom, dat je wat vaker naar het boetenland kan. Dat is internationaal aan de gang. Ja, ja. Waar Stef de Campo in kwart een live zien wil, kan tak hem snuren, nooit liet. Daar draait hij op zijn eigen candyclubfeest in Club Noah.